Welkom allemaal. Ik ga even kort uitleggen hoe je zandkasteel goed kan bouwen. Eerst is om met je groep te gaan bepalen wat voor figuur je wilt gaan uitbeelden. Dat kan zijn van een kasteel tot een schildpad of wat je ook wilt. Tip 2 is dan een mooie plek te kiezen op het strand waar je kan genieten van de omgeving. En tip 3 is je emmers vullen met water, heel veel water en heel veel zand. Want je zand moet heel goed nat zijn voordat je begint. Dan moeten we gaan slaan op het zand om het lucht tussen de zandkorrels vandaan te slaan. Hoe beter je dat doet, hoe sterker je kasteel wordt. Dan gaan we pas snijden waar we heen willen. Dus wil je pinguïn snijden, gaan we met gereedschap mooi de figuren snijden. Met lichtzand en donkerzand kan je weer 3D aanbrengen. Dan kan je door middel van allerlei schelpjes of gras of wat dan ook decoratie aanbrengen. En is dat klaar, daarna kan je met z'n allen weer genieten van een prettige dag op het strand.